En ja, hele goedemorgen, welkom bij deze laatste dag van het jaar. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag. Wow, ik weet niet wat hier gebeurd is. Maar oké. Het is vandaag vrijdag en ik heb net nog even snel kunnen douchen, want Jeff die had nog heel even voordat hij naar zijn werk moest. En dan kon ik nog heel snel douchen terwijl een poppenkindje in de box zou staan. Echt zo knap. Ze doet steeds meer met één hand los ook. Duurt echt niet lang voordat die echt kan staan, denk ik. Maar anyway, ik zie steeds vaker online en zo dat mensen koud douchen. Of überhaupt zelfs helemaal koud in een ijsbad gaan. Zoals, ik weet even niet meer hoe die man heet. Maar die sportschool heeft. Ik ben ineens zijn naam kwijt, sorry. Maar ja, ik kijk ook naar filmpjes van een meisje die dus in het bos woont en die doucht of die baddert. Dus die wast zichzelf eigenlijk altijd in een rivier, zelfs als er sneeuw ligt. En het is diefst koud, lijkt me. Ik heb het nog nooit gedaan, maar het lijkt me heel koud. Dus ik heb even koud afgedoucht. Dus Jeff die schrok er een beetje van volgens mij, want ik zette hem vol aan op koud. En toen zei ik zo, en toen zei Jeff, wat ben je aan het doen? En toen, ja, ik kom eraan. En toen, ja, dat eigenlijk. Ik heb het heel kort gedaan, dus ik ben eigenlijk gewoon een pussy. Ik denk dat ik er 5 seconden even mijn lichaam heb gewassen. En toen eruit ging. En toen ging ik eruit en toen dacht ik, oh, ik had eigenlijk nog wel langer moeten doen of zo. Want ik voelde dat sommige plekken op mijn lichaam nog warm waren, sommige waren koud. I don't know. Dus, dat. Ja. Gaan we samen ontbijten, schat? Lekker, wijfie. Maar ik merk wel dat die koude nastrouw, dat het zeg maar, ik heb trouwens de box opgeruimd, ik weet niet of je het ziet. Maar lekker verhaal dit. Ik merk wel dat ik meer wakker ben. Dus misschien dat ik dit vaker ga doen. Wordt vervolgd. Ontbijtje. En Vee heeft een appeltje. Ah! Veetje heeft een chippy. En ik ga deze kikkerspread, kikkererwtenspread, niet kikkers. Kikkererwten. Spread met die crackers eten en achar. Dus een beetje restjes opmaken. Oh, ik heb het echt koud. Ik heb het schui aan, maar ik ga even die verwarming toch hoger knallen. Ik vind het niet normaal. En Vee wilde echt totaal niet slapen deze ochtend. Het was echt een gevecht. Toen was ik uiteindelijk zo moe dat ik dacht, nou, aju, ik ga lekker meeslapen. Dus ik had nog een titer ingestopt. Noem wel 2. In totaal 3 deze ochtend. Binnen 1,5 uur of zo. Maar ik was kapot. Dus ik heb lekker meegeslapen. Ha! 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 Volgens mij is het echt maar 1,5 uurtje geslapen, maar. Lekker wijfie. Eet smakelijk! Eet smakelijk, kleine Tinkerbell! Kleine Tinkerbell! Oh, poppenkind. Veetje slaat. Ik heb net uitgebreid met haar gespeeld. Dus ik zal even die aftermath laten zien. Ik heb zin in eten. Dus ik ga zo even kijken of ik nog iets kan plunderen. De voorraadkast of zo. Deze vond ze heel leuk. Deze. Ik ga zo mijn was even terug in de kast leggen. Yep. Ik neem hier een paar van. Deze zijn echt heel lekker. Van de Odin. Deze make-up look werd mede mogelijk gemaakt door Vee die rustig in haar box bleef zitten. Yay! Thanks Vee. Maar ik heb toch maar besloten om even wat leuks aan te doen voor oud en nieuw. Ik dacht, hè, laatste dag van het jaar. Dan mag het wel. Ik heb glitters op en ik heb zelfs wat mascara onder gedaan. Ik weet niet of je het kan zien. Maar dit. Een rode lipstift. En mijn haar heb ik maar gewoon even een knot gedaan. En ik heb dit blouseje toch weer een beetje herontdekt. Hij stond echt. Hij lag heel lang in mijn kast te verstoffen. Net als deze spiegel trouwens. Maar oeps, moet een keertje schoongemaakt worden. Maar misschien dat je het zo door het stof enigszins kan zien. Ik heb een velvet jumpsuitje aan. Ik ga eronder hakken aan doen. Ik dacht, toch wel leuk voor oud en nieuw. Dus een beetje see-through. Nou, misschien moet ik Jeff zo nog maar vragen om het te filmen.
Maar dit is het lookje voor vanavond. Ik kan er niks meer van maken. Nee, volgens mij ziet het er wel leuk uit. Dus dat. Spullen heb ik grotendeels gepakt. Jeff komt zo thuis. Dan gaan we meteen naar mijn moeder. Daar gaan we eten. Ja, dat. Ik ben helemaal excited. Ik ben echt een beetje misselijk van excitement. Ik heb namelijk maar een idee in mijn hoofd voor woning. Maar ik vertel er wel meer over als ik daar zekerheid op heb. En als Jeff daar oké mee is. Maar ik weet niet, popte een idee in mijn hoofd. En toen dacht ik, ik wil even uitzoeken of dit mogelijk is. Soms ik wel zo'n spontaan idee en dan denk ik van, oh, misschien wordt dit wel werkelijkheid. Maar ja, we zijn natuurlijk met 3 personen. En nou, heeft Fee niet een sterke mening, maar nog niet. Maar Jeff wel, dus dat. Dus ik ben of menselijk van excitement of omdat ik deze leeg gegeten heb. You decide. Dus ik ben er zo goed als klaar voor. Als Jeff er komt, als Jeff komt, dan kun je naar mijn mami en dan kunnen we oud en nieuw vieren. Laatste dag van het jaar. Ik hoop dat jullie ook een fijne oud en nieuw hebben gehad. Tegen de tijd dat dit online komt, staat het natuurlijk al lang online. Dan hebben jullie al lang oud en nieuw gevierd. Dus ik wilde in ieder geval sowieso bedanken voor het kijken in 2021. Het was echt wel een tof jaar. Sowieso het geboortejaar van Vee. Dus echt een van mijn favoriete jaren. Ja! Kiss your cute! Ik ben natuurlijk heel blij dat ze bij ons is. Al was ik natuurlijk zwanger geworden in 2020. Dus dat was ook een bijzonder jaar. Maar dit jaar kwam ze ter wereld. Ik ga misschien wel mijn pet op doen. Maar dan moet ik geen knotten in. Want anders... wordt vervolgd. Misschien neem ik wel voor de lols mee. Ja, laat me weten of je goede voornemens hebt. Ik heb er wel een aantal. Ik wilde eerst nieuw job, nieuwe baan en dingen als voornemens. Maar ik dacht... Ik ben er de laatste te veel op gefocust en ik wil minder materialistisch focussen. Dus ik heb nu hele andere doelen opgeschreven. Onder andere juist minder materialistisch zijn, minder stress in mijn hoofd, meer oké zijn met niet alles dat perfect gaat. Meer mediteren, meer rust nemen en gewoon een power mama blijven. Want ik ben toch wel trots op mezelf met hoe ik het... moederschap doe. Ik vind dat ik best een goede mama ben. En daar ben ik heel blij om dat ik dat vind. Want ik was altijd bang van, oh, als ik een kind krijg, dan word ik waarschijnlijk zo'n onzekere moeder die om de seconde twijfelt of ze het wel goed doet. Maar eigenlijk valt me dat alles mee. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo. Sinds ik bevallen ben, heb ik juist eigenlijk een soort van confidence dat gegroeid is. En ben ik juist heel zeker. En vertrouw ik heel erg mijn moedergevoel. En ja... Ik ben echt wel trots op mezelf. Dat ik gewoon ja, echt met trots kan zeggen dat ik een goede moeder ben. En dat ik er alles aan doe om Vee zo goed mogelijk leven te geven. En dat ja, daar ben ik echt wel blij om. En daarnaast, ik had echt nooit geduld met kinderen. Dus ik had echt zoiets van good luck. Want Jeff die heeft wel veel meer geduld met kinderen altijd gehad. En toch, ook met als ze slecht slaapt en zo. Ik heb juist echt heel veel geduld als het op Vee aankomt. En dat had ik ook wel onderschat van mezelf, denk ik. Ik dacht echt van, nou, ik hoop dat ik nog een beetje een leuke moeder word, want ik heb echt geen geduld. Maar als het op Vee aankomt, wel. Dus ik hoop dat het zo blijft. Ik bedoel, nu kan ze nog niet praten en eigenwijs doen. Dus dat komt nog wel. Ik ben benieuwd hoe ik dan ben. Maar, ja, ik ben op zich best wel trots op mezelf wat dat betreft. Dus dat mag ook gezegd worden, hè. Waar ben jij trots op van jezelf van het afgelopen jaar? Laten we even focussen op positieve en gewoon zelfliefde. En gewoon trots zijn ook op jezelf. Niet alleen goede voornemens van wat je wil veranderen aan jezelf, maar ook wat je gewoon goed vond van jezelf. Ik vind het ook belangrijk om daar goed bij stil te staan. En nog een goed voornemen, dit verhaal gaat echt alle kanten op, sorry. Is om meer zero waste en meer from scratch te eten. Dus ja, gezonder eten, maar dat is niet zozeer... Ja, gezond bedoel ik meer gewoon minder uit pakjes en meer zero waste. Levensstijl ook. En op zich ben ik best wel blij als ik naar de voorraadkast kijk. Dan denk ik, ik zie het wel al een beetje gebeuren met meer uit potjes en dus minder uit verpakking dingen. Oh ja, die wil ik allemaal meenemen naar mijn moeder trouwens. Die moet ik ook even in een tas doen. Reminder voor mezelf. Dus ja, ik heb er zin in het nieuwe jaar. En ik moet zeggen, ik heb heel lang
geen zin gehad in het nieuwjaar. En voor de kerst had ik zoiets van, ik ben er nog totaal niet klaar voor het nieuwjaar. Maar ik begin nu echt te voelen, gelukkig, op de laatste dag van het jaar. Op de valreep voel ik dat ik echt klaar ben voor volgend jaar. En dat het gewoon, ja, dat al onze doelen uit gaan komen. En als we maar gewoon gelukkig en gezond blijven met z'n allen. En dat is het allerbelangrijkst. En ja, ik voel me goed. En daar ben ik blij om. Want ik heb de laatste tijd ook een dipje gehad. En ik voel dat ik gewoon weer nieuwe energie heb. En dat we er gewoon tegenaan gaan. Dus daar ben ik heel blij om. Ja. En ik hoop natuurlijk dat je met mij het volgende jaar weer ingaat. En ja, dat je mijn journey volgt. Ik vind het ook zelf wel heel erg leuk om dit vast te leggen. Want ja, het is toch, er komen toch heel veel dingen op mijn pad. En ik heb natuurlijk ook de hele weg naar het moederschap gevlogd. En dat vind ik toch ook wel heel leuk. Ook later om terug te zien. En ook als ik nu al kijk van hoe snel vee gegroeid is. Dan denk ik, wow, het is echt, gaat zo snel. Ik ga dit even met twee handen doen. Maar dat op mijn moeder. Nou, ik dacht dat er geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Maar hier in Woerden geldt de regel volgens mij niet. Want massaal wordt er vuurwerk afgestoken. Jeff is echt net thuis. Dus 6:30 zou om 4:15 klaar zijn. Maar hij is ook helemaal kapot. Dit had ik eigenlijk al voorspeld. Dus ik ga rijden. Dus ik had veel eten gegeven. Een wegwerpluier aangedaan. En nu ga ik de auto halen. En dan even spullen inladen. En dan een uur in de auto zitten. En dan gaan we daar oud en nieuw vieren. Bij mijn moeder. Ik heb er zin in. Oh. En onderweg even bijpraten. Want jij hebt een hele drukke dag gehad. Dus hij wilde erover vertellen. Toen zei ik, nee, stop. We gaan dit straks in de auto doen. Want als je een uur met elkaar in de auto zit, dan heb je op zich genoeg te bespreken. Dus dat scheelt. En lekker met mijn outfitje. Ik vind het echt leuk dat ik me toch even omgekleed heb. En het is niet eens zo koud vandaag. Dus dat is ook top. Dus op naar de auto. Ik heb ook echt zin om te rijden eigenlijk wel. Dus dat helemaal blij. Nou ja, hier bij mijn outfit in een minder vieze spiegel. Oh my god, heb ik weer. De accu was leeg en iemand is zo vriendelijk om te helpen. Oh my god, ook echt net op mijn camera stopte, maar je zag de startkabels. We hebben dus verschillende mensen aangehouden. Ik en een jongen die we kennen van de bosrand nog, van het tuincentrum. En die jongen was zo lief en oh my god, de auto deed gewoon helemaal niks meer. En ik was helemaal in shock en ik was helemaal aan het trillen. En toen heb ik hem gebeld en in eerste instantie zou je denken de wegenwacht, maar ik belde de eerstegene waarvan ik wist dat hij handig was en dat we hem kenden. En hij heeft ooit gezegd, als we ooit zijn hulp nodig hebben, dat we moesten bellen. En hij woont in de buurt, dus hij wilde net onder de douche stappen. Maar toen kwam hij toch helpen. En oh my god, ik heb die jongen echt 20.000 knuffels gegeven. Gelukkig heeft hij een test gedaan, maar oh my god, ik hou van die man. Oh my god. En we hebben 3 auto's aangehouden samen. En toen was er eindelijk eentje met startkabels. En die had startkabels over. En die hebben we gewoon gratis gekregen voor als er weer wat gebeurt. Maar als de auto nu afslaat, dan hebben we een groot probleem. Want de accu was blijkbaar leeg. Dus ik ben als de dood dat de auto afslaat. Want dan hebben we gewoon een groot probleem. Dus ik heb de auto nu laten draaien. Jeff komt eraan met spullen. En oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ik sta echt helemaal strak. Van de adrenaline. Ik vond dit zo heftig. Dat de auto gewoon niks meer deed. En dat we nog een uur moeten rijden. En dat we ook echt eigenlijk haast hadden. Oh my god. Echt blijven ademhalen. Gelukkig sta ik wel zo strak. Dat ik wel gefocust ben op de weg. Tenminste net het stukje wat ik hier gereden heb. Maar oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik moet hier even van bijkomen. Ik ga Jeff zo bijpraten. Oh my god. Oh my god. Ik ga mijn moeder appen dat we komen. Oh my god. Dit is zo, vond ik zo heftig. Holy, holy shit. Ik hoop dat jouw oudjaarsdag tot nu toe beter was. Maar die van mij is eigenlijk heel erg goed. Want het is eigenlijk heel snel opgelost. Dus ik ben echt super blij. En ik heb echt 10.000 beschermengeltjes om mijn schouders. Dus dankjewel, mijn beschermengeltjes. Oh my god. Oh my fucking god. Ik kan het nog steeds bijna niet geloven. Maar we zijn er. We zijn er. En deze meid staat nog steeds strak. Zal ik even de video aan je doorsturen? Lekker aan het. Ik was een beetje aan het vloeken. Niet de deur dicht. Toen is de deur dicht. Niet de deur dicht. Fucking koud buiten. Vandaag de deur open voor jou. Sebbe. Doe de deur nou dicht. Het is koud. Oké. Ik wil warmte. Niet lullen, maar poetsen. Let's go. Wordt helemaal niet meer geluld als je door. Wordt helemaal niet meer gepoetst.
Nee, dat is sowieso niet bij ons. Boerenkoolstamppot met extra boerenkool. Heb ik me laten vertellen. En zelfs voor Veetje. Maar dan zonder kruiden uiteraard. En zonder worst. Ja. En sorbet ijs. Ik heb meer gehad dan dit hoor. Maar passiemango. Een passie voor mango. Ik had het zelf kunnen bedenken. Gewoon. Nou, nog 7 minuten en dan kunnen we gaan en lopen te proosten. Ja. Pikkie stoken. Het enige vuur wat hier aangestoken wordt. Vandaag. Daar komt hij, het aftelmoment. Jullie zijn allemaal worden vereeuwigd. In mijn vlog. Hey jongens, nog 10 seconden. 10, 9, moet wel een pootje dan hè. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik ben jullie niet vergeten. Proost. Nou, we hebben nog een mooie wensballon opgelaten. En aangezien wij allemaal ouders zijn en oud en verrimpeld. En daar ging mijn licht, man. Oh. Ze moeten allemaal uit. Ik probeer zolang het nog kan. Dit licht is tot nu toe nog aan. Maar nee man, wij zijn echt tante saai. Dus het is nu 2 over 2 en ik ga mee naar bed. Saai. Waar is die tijd dat we tot 7 uur 's ochtends doorgingen? Ik moet er niet aan denken. Bedankt voor het kijken naar vandaag. Ik hoop dat jij een leuk jaarswisseling hebt gehad. En deze meid gaat slapen. Dag hoor, dag. Was leuk. Oké. Nou ja, dit zegt genoeg hè. En bedankt mam. Aju, paraplu. Doei.